De bouw van de nieuwbouwwijk Steenbrugge aan de noordkant van Deventer mag van start gaan. De Raad van State heeft vandaag verklaard dat de bezwaren tegen de bouw ongegrond zijn. Daarmee zijn de juridische belemmeringen weggenomen. In de wijk kunnen 1100 woningen worden gebouwd, aangevuld met enkele algemene voorzieningen. De wijk wordt klimaatneutraal en zal een groen, levendig en gevarieerd straatbeeld kennen. De voortgang van enkele andere nieuwbouwwijken wordt door de gemeente goed in de gaten gehouden, zodat in de loop van dit jaar een slim startmoment gekozen kan worden voor de bouw op Steenbrugge. Daarmee worden continuïteit in de bouw en een hoog bouwtempo mogelijk. De gemeente moet voor eind februari iets doen aan de illegale situatie van de jongerenontmoetingsplek in het Oostrik. Volgens woordvoerder van de omwonenden Steffi Schoemans is er nog niets gebeurd sinds eind vorig jaar bekend werd dat er geen vergunning was voor de job. Wel zijn omwonenden uitgenodigd om deel te nemen aan de eigen krachtconferentie begin volgende maand, die als doel heeft om samen met alle betrokkenen naar oplossingen te zoeken. Volgens Schoemans is deelnemen aan de conferentie in feite meewerken aan een gedoogconstructie, omdat de job er illegaal staat. De Raad van State concludeerde vorig jaar dat de job in strijd is met het bestemmingsplan. Een advocaat, die Schoemans samen met omwonende de heer Gallagher in de arm nam, diende daarop begin dit jaar een handhavingsverzoek in bij de gemeente. De gemeente krijgt daarin tot eind februari de tijd om iets te doen aan de situatie. Blijft actie uit, dan zullen er waarschijnlijk juridische vervolgstappen komen. Go Ahead Eagles zal de contracten van 8 spelers aan het einde van dit seizoen niet verlengen. Het gaat om Freek Heerkens, Michael Jansen, Michal Janota, Glenn Kobersen, Joep van den Ouweland, Patrick Gerritsen, Niklas Tarvajärvi en Frank van der Zwan. De spelers hebben dit vandaag te horen gekregen. Ook Dave Bus is nog niet zeker van een verlenging van zijn contract. Maandagavond was er weer een politiek café in de Deventer Schouwburg. Het beloofde een levendige discussie te worden omdat de plannen voor het nieuwe stadskantoor centraal stonden. Ruim 100 mensen kwamen af op deze avond die georganiseerd was door de Deventer Schouwburg, de Stentor en Deventer Radio en Televisie. De avond werd geopend met een film met korte straatinterviews. De toon werd meteen gezet. Het merendeel van de ondervraagden bleek tegen de plannen van het nieuwe stadskantoor te zijn. Waarom was u hier vanavond? Nou, omdat ik zaterdag in de krant las dat de OR van de gemeente Deventer nogal wat moeite had met de zware deuren van de Leeuwenbrug. En met een lift die op vrijdag nogal vol zit. Vandaar dat men liever hier zat als. Of nee, liever in het nieuwe stadskantoor zou zitten als hier. Toen dacht ik vanavond, dat is wel een heel gekke argument, zeg maar, om te kiezen voor zoveel meer geld uitgeven dan dit gebouw aanschaffen. Dus ik denk, ga eens kijken bij het politieke café. Ik denk dat, alhoewel de gemeenteraad afgelopen najaar al nadrukkelijk eigenlijk al een principebesluit heeft genomen dat dat stadskantoor wordt gebouwd en nog een paar uitwerkingsvragen aan het college heeft gedaan. Ja, het ultieme besluit zal toch in maart plaatsvinden. En ja, het gesprek, ook vanavond, ja, draagt bij, denk ik, aan de meningsvorming van de raadsleden. Het college heeft een voorstel aan de raad gedaan, conform de opdracht vanuit de raad. En het is nu aan de raad om het ultieme oordeel te vellen en dat zal in maart gebeuren. Het is niet duur omdat wij gaan investeren in de binnenstad, in het stadhuiskwartier. Het staat hier stadhuiskantoor, het stadskantoor. Het is het grotere gebied wat er nu verlaten bij ligt. De enige die dat kan aanpakken, dat zijn wij en niet de markt. Er werd gedebatteerd door voor- en tegenstanders van het nieuwe stadskantoor. Het publiek kon reageren en vragen stellen aan de debaters Marien van Schijndel van de Stichting Volkspeilingen Deventer, wethouder Margriete Jager en de raadsleden Tjapko Poppens en Marcel Elverink. Architect en betrokken Deventenaar Martin Kleiner-Schaars nam voor een gesprek plaats aan de rand van de badkuip. Er zijn nog een 10, 15-tal gebouwen die we nog moeten opknappen in Deventer en die zeker het behouden waard zijn. Ook gaf Stentor-columnist René Nijland zijn mening met een vette knipoog naar het debat. Wie maakt zich nou eigenlijk druk over die paar ambtenaren? Die volgens diezelfde sociologen immens impopulair zijn. Een paar ambtenaren, zult u vragen. Hoeveel ambtenaren werken er eigenlijk bij de gemeente Deventer? Ongeveer de helft. Nou, en als het de helft is, kunnen ze met gemak hier in die Leeuwenbrug. Dank u wel. De Stichting Volkspeilingen Deventer maakte de uitkomsten bekend van de telefonische enquête die door hen was gehouden. Hieruit kwam naar voren dat ruim 64% van de burgers geen nieuw stadskantoor wil. Bijna 13% is voor een nieuw stadskantoor. De overige 23% heeft geen mening over dit onderwerp. Ik liep door die stad rond en niet alleen in de binnenstad, maar ook andere plekken in Deventer. Ik denk, ja,
Ben ik nou gek, maar ik kom er eigenlijk niemand tegen die dit nou een goed plan vindt. De fractievoorzitter van GroenLinks, Carlo Verhaar, kondigde tijdens het Politiek Café alvast aan om tegen het gele plan voor het stadskantoor te stemmen als het college vasthoudt aan de renteswap. Nou, bij ons staat het er nu zo bij dat met name de manier waarop we gaan financieren, die swapconstructie die nu heel erg in het nieuws is, daar geloven wij niet in. Wij denken dat dat heel veel risico in zich heeft. Als het college vasthoudt aan dat voorstel, zullen wij tegen het plan stemmen. Alhoewel de burgemeester zich gedurende de avond niet in de discussie had gemengd, was hij wel erg tevreden over het geheel. Ik vond een enorm geanimeerd debat, waarin zowel mensen hun zorgen uiten, waarin uitgesproken voorstanders aan het woord kwamen, uitgesproken tegenstanders, mensen die twijfelden. En ik denk dat het goed is dat zo'n onderwerp, zo'n grote investering in de binnenstad, vanuit een heel veel verschillende achtergronden, dat je daar met elkaar echt heel goed het debat over voert, alvorens een definitieve keuze wordt gemaakt. Maar niet alle bezoekers vonden het debat van een hoog niveau. Een beetje gehannes en geouwen om de hete brei heen. En ook om simpele cijfers als 25 miljoen en 65 miljoen. Denk je van, wat doe je nou? Als het voor 25 kan, doe dat dan voor 25. Het loopt niet te zeiken. Na afloop kon er nog verder gediscussieerd worden met alle betrokkenen onder het genot van een drankje en de muziek van Key Largo. Of deze avond en de enquête de mening van de gemeenteraad hebben beïnvloed, is nog de vraag. Op 21 maart neemt de gemeenteraad een beslissing over de plannen voor het nieuwe stadskantoor. Heeft u tips, foto's, video's? Laat het ons weten via redactie@deventerrtv.nl.